Sterrenbeeld Weegschaal, Weegschaal van harte, welkom op dit kanaal. Leuk dat je komt kijken naar jouw nieuwe maandreading voor de maand september 2024. Alle, kijkers, alle nieuwe kijkers natuurlijk ook van harte welkom. Mijn naam is Mireille van Rijn. Alle informatie staat hieronder in de beschrijving van deze video. Vergeet vooral ook niet je... Duim even omhoog te doen en te reageren. Mocht je het hier leuk vinden als nieuwe kijker, je bent natuurlijk altijd welkom om je gratis te abonneren. Ridder van Staven, wachtend op nieuws. Dan hebben we hier staven zet. Moet ik me even omdraaien. Het kan nooit met alle. Weegschalen 100% resoneren, dus haal eruit wat voor jou is en de rest mag je laten gaan. Of kijk eventueel later nog eens even terug dat je nieuwe dingen gaat herkennen of check jouw maan of ascendant video. Ja, Weegschaal, wat heb ik hier allemaal? Je bent opnieuw nieuws aan het wachten eigenlijk. Je hebt hier te maken met een overwinning. Nieuwe ideeën, kracht bij tegenslag. Staven 2, dus je bent je horizon eigenlijk gaan verbreden. Van ja, welke kant ga ik op? Hoe ga ik mijn wereld opnieuw veroveren? Ja, Aas van Zwaarden zegt het eigenlijk al. Geniale ingevingen, ideeën, weer volledig in je kracht. Um, wachten op nieuws en een overwinning. En we hebben hier ook nog eens een munten Dus jij weet nu hoe jij jouw munten moet gaan behalen. Als je dan niet thuis bent in de tafel, denk je: ja, wat is dan weer een munten 10? Een munten gaat altijd over aarde, bezit, aardse materie. Uh, munten gaat natuurlijk ook onder andere om geld, maar het gaat vooral om het materiële. Um, ja, je weet nu gewoon of. Misschien nu nog niet of dat komt, maar ineens weet je, ja maar zo ga ik het doen. In dat proces zit jij. R uh, Ridder van bekers, er komt een aanbod. Dat kan letterlijk een aanbod vanuit de liefde zijn, dat iemand jou de liefde komt verklaren. Maar dat kan ook net zo goed een voorstel zijn. Ik heb hier judgment, dus rechtvaardigheid, maar het is ook wel jouw kaartweegschaal. Dus laat ook zien dat jij in een nieuwe balans lijkt te gaan komen. Samen met, kijk eens even, de ster. Wauw, Heling. Aandacht geven aan dit stuk. Hoe jij kunt gaan manifesteren hoe jij deze geweldige plannen. Op, in welk, hè, op welk vlak dan ook uh, kunt gaan waarmaken, kunt gaan manifesteren. Uh, je wordt geholpen, moet ik ook even tegen je zeggen. Je loopt op schema, je loopt op bestemming, je krijgt ingevingen, komt ook nog een voorstel. Uh, laten we eens even kijken wat madame Lenneman hier uh, ook verder op te vertellen heeft, op te zeggen heeft. Dus daar gaan we voor de weegschaal. Eens even kijken. Madame Lenormand. Daar gaan we. En het is trouwens zo, 6 september ben ik jarig, dan komt er nog een geweldige leuke aanbieding voor de online academy mocht jij je willen verdiepen in de tarot of in de Lenormand. Is kijken. We hebben hier de hond. We hebben hier de dame. We hebben hier de vissen. We hebben hier de ijsbeer, we hebben hier de maan. Daar ga ik het zo ook nog even met jullie over hebben? Uh, dan heb ik hier de ring en de muizen. En de tuinen. Oké, okay, helder. Uh, de maan, hoorde je mij net zeggen. Ga ik het met je over hebben? De dag van deze opname, van deze reading, is 1 september. 3 september, nieuwe maan in maart. Nieuwe maan in maart nodigt ons uit om tot bezinning te komen. En wat het heel belangrijk is, wat er komende tijd hè, uh, belangrijk is voor de plannen hè, die je wilt gaan bereiken. Die je ten uitvoer wilt gaan brengen. Dus neem dit allemaal zeker met je mee. Uh, dan denk je, ja, maar ja, het is nu 5 september. Ja, dat geeft niet. Hè? Stel voor, je kijkt hem op 5 september. Zo'n nieuwe maanenergie werkt altijd een dag of 6, 7, 8 wel door. Hè? Naar zo'n uh, uh, punt van nieuwe maan of volle maan. Dus uh, dat komt niet op één moment. Laten we eens even kijken. De dame, de overwinning. Hier, creatieve ideeën. Hebben we hier een aas, nieuwe kansen, aas van zwaarden. Super mooi, vertrouwen erin mogen hebben, ook vertrouwen in de berichtgevingen die jouw kant op komen. Iets heeft twee gezichten, daar moet je altijd op letten, hè? zeker als de beer verschijnt. Maar de beer staat ook voor scheppingskracht. Kracht bij tegenslag. Dus deze kaart moedigt jou eigenlijk aan om door te zetten. Hier ben je namelijk gaan kijken hoe kan ik weer zorgen dat alles weer stroomt. Het verlangen naar genegenheid, het verlangen naar stroming van emoties, het verlangen van stroming van financiën. Uh, daar ben je, uh, of je zit er nog in hè, op onderzoek uit, of je komt er net uit. Ineens weet je het, uh, laat je ook leiden, maar het is ook een proces zoals de nieuwe maan, volle maan. En al die acht processen zijn. Um, he, dat zijn allemaal cyclussen. Daar zit je in. En ja, het mooiste is als je dit he, vanaf de nieuwe maand kunt gaan manifesteren. Maar stel voor dat je hem later kijkt, nou, dan kun je alvast naar die volle maand toe um, op gaan ruimen. Zodat je naar de nieuwe, volgende nieuwe maand toe klaar bent. Het is niet zo. Deze nieuwe maan ga ik het manifesteren en de eerstvolgende volle maan kan ik het oogsten. Dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Uh, maar het is altijd zaaien en oogsten, zaaien en oogsten. En ja, het ene proces heeft vijf maanfases nodig. Een ander proces misschien wel een jaar aan maanfases. Een ander proces een paar weken. Um, he, het moet wel gewoon realistisch blijven dat je dat uh, wel voor ogen houdt. Maar wat ik ook zie weegschouwen, is dat je je veel meer met je spiritualiteit gaat verbinden. Hier ligt een verbinding. Uh, hier is er een tekort of een gemis. Dus het zou kunnen zijn dat je iemand uh, uit je verleden op de een of andere manier, dat je die heel erg mist. Of iemand mist jou. Waardoor die persoon om vergeving komt vragen, uh, je ook de beker aanreikt. Dan heb ik hier ook nog eens het judgment, uh, het oordeel, rechtvaardigheid, maar vooral het oordeel. Uh, ...dat je ze even helemaal gaat blikken van... ...ja, misschien ben ik wel heel erg tekort gedaan... ...of heb ik mezelf tekort laten doen... ...maar hier ligt ook de kaart van heling. Emoties die weer gaan stromen... ...dus op zich ligt het er eigenlijk heel erg mooi bij... Wil jij nou echt persoonlijk meer inzicht? Ben je natuurlijk altijd van harte welkom bij mij in de praktijk of voor een telefonisch consult. En ik werk uitsluitend op afspraak. Alle info staat ook hieronder in de beschrijving. En je bent natuurlijk ook altijd welkom op www.puurmedium.nl voor een direct telefonisch consult. Ik heb hier voor jou gesprekken van hart tot hart. Bespreek je gevoelens in alle eerlijkheid met elkaar, samen met. Dit kan de ware zijn. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Nou, ik sluit het hier ook niet helemaal uit. Zeker niet met, die, met dat aanbod, met dat voorstel. Iemand die jou de liefde bewijzen van komt verklaren. Hier ook een kaart van behoefte, en intimiteit, vriendschap, vertrouwen. Nou, hier zal waarschijnlijk nog even wat opgeruimd moeten worden. Maar goed, we gaan eens even met Black Moon Lilith kijken. En waarom? Je hebt me over de volle of de nieuwe maan gehoord. We hebben net de Mercurius uh, retrograde achter de rug. Er is heel veel gebeurd en er gaat nog veel meer gebeuren. Pluto retrograde in steenbok, de laatste keer. En dan gaat hij definitief uh, door Waterman heen. Nou, alles wat nog steeds uh, in de onderdrukking is, wat niet meer in het systeem past, systemen die niet meer kloppen, patronen die niet oké okay zijn, waarvan je daar misschien helemaal geen uh, bewustzijn van hebt. Heel veel valt in duigen. Kom nog even terug. Restanten van karmische processen kunnen nog even aan je voorbij komen. Voordat we met z'n allen, hè, dat is op collectief vlak, voor de hele bevolking, maar ook op persoonlijk vlak. voordat we door kunnen knallen in die uh, Pluto-waterman. En natuurlijk is dat ook niet alleen maar halleluja, uh, want daar komen we ook onszelf weer in allerlei dingen tegen. Black Moon Lilith, Lilith in Cancer. Zo. <clears throat> so, heb eerbied voor je emoties. Kijk eens even hoe belangrijk die is. En weegschaal. Jij kunt namelijk van nature de neiging hebben om uit naam der harmonie uh, compromissen te sluiten ten koste van jezelf. En ik denk dat het nu echt tijd is. Zeker deze boodschap. Hé, hey, dat is klaar. Zorg eerst voor de harmonie in jezelf. Voordat je ook vrede hebt in de ander. Dus vrede in jezelf, harmonie in jezelf is heel erg belangrijk. Neem dat met je mee, zeker met die Pluto-retrograde. Uh, kan je alleen maar van pas komen. Ik ga nog even als kers op de taart Isis uh, erbij halen. En dan uh, pak ik het boekje er zo bij. En dan ga ik die kaart ook even aan jou voorlezen. Laten we eens even kijken, juist om die diepere laag van de ziel even uh, aan te raken met de Black Moon. En met deze pilaar van licht, afdaling van de ster van Isis. Waar hadden we nou de ster? Hier. Kaart nummer 24. Ik ga hem erbij pakken. Ja, pilaar van licht. Prachtig. Dit zijn zulke mooie, diepgaande boodschappen. Je kunt er eventueel ook een screenshot van maken, terwijl ik hem voorlees. Afdaling van de ster van Isis. De wezens van licht en goddelijkheid roepen je aan. Ze willen zich nog sterker met je verbinden en je wordt geleid door je energieveld te versterken. om meer goddelijk licht, dat naar jou op zoek is, veilig door je lichaam te stromen en zich te laten openbaren. Dierbare aspirant, je wordt opgeroepen om meer goddelijke energie en licht uit te stralen. Om je lichaam van licht te versterken, zodat de liefde en heling van jouw kosmische vrouwelijke energieën. van de ster van Isis door jou kan afdalen. En heden, licht en hulp kan bieden aan de mensheid en jouw hart en ziel in vuur en vlam zetten. met goddelijke liefde en passie. Het wordt je aangeraden eerst. Een, uh, je natuurlijke pilaar van licht binnen je energielichaam te bouwen en versterken. Zodat het bouwen van, uh, breedband, uh, van een breedbandkanaal. zodat je gemakkelijker uitzendingen van energie in je wezen kan ontvangen. Zonder deze voorbereidingen zou het zijn als transporteren van hoogspanningsenergie. door kabels die hier niet voor geschikt zijn. Uh, er zou brand of schade kunnen ontstaan en de oefening zou niet veilig of verstandig zijn. De pilaar van licht is de energiecilinder van puur wit licht, dat de zielester chakra boven je kruin en de aarde ster chakra onder je voeten verbindt. De ster van Isis zal afdalen boven je zielester chakra en genade, licht en helende krachten in je schenken totdat het uiteindelijk als een rivier in je aardester chakra stroomt en via jouw lichaam de aarde zegent. De ster van Isis, ook wel bekend onder de naam Sirius, verblijft in een staat van gelukzaligheid, vreugde en kent de zielsaanwezigheid van het hart, grote kracht en verbijstering, verbijsterend spiritueel licht. Dit is het bewustzijn dat zich nu via jouw geliefde aspirant vollediger wil manifesteren in dienstbaarheid. Je wordt steeds meer gereed voor zulke hoge vibraties. Amen. Lieve, lieve weegschalen, ik hoop oprecht vanuit mijn hart dat ik jou hierdoor heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen bieden. Ik zou dat natuurlijk heel erg leuk vinden als je me dat hieronder in de video even laat weten in een reactie. Gooi even je duim omhoog, hele kleine moeite. Dank je wel voor het kijken. Uh, alle info staat in de beschrijving, uh, hoe je me kan bereiken of uh, tipjes, tips, linkjes, etc. Geniet van deze prachtige, mooie september-oogstmaand en uh, dank je wel weer. Tot de volgende. Doei, doei. Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere Tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen, waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met Tarot als je gids, om echt te begrijpen wat Tarot jou te vertellen heeft? Sluit je dan aan bij mijn online academy bij Tarot Master. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de tarot. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie ernaar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel!